Record. Zo, goedenavond allemaal. Welkom bij deze teamtraining voor Team België en Team Nederland. Zoals altijd op elke zondag, ook in de zomer, 8 uur sharp. Het is vandaag zondag 14 augustus 2022. We hebben vanavond, en ik ga zo meteen introduceren, Kaya als gasttrainer. Kaya gaat ons ins en outs over het compensatieplan vertellen. En voor degene die zegt, ik heb ook wat vragen, schrijf het zeker in de chatbox. Als we er tijdens de training niet naartoe komen, gaan we die ook doorlopen. Dus we gaan het hebben over het verdienmodel, het compensatieplan. Maar voordat we gaan beginnen, een paar dingetjes van huishoudelijke aard. In de komende week, en ik weet, we zeggen het elke week. Michael zegt dat, ik zeg het, andere sprekers zeggen het ook. Maar we hebben natuurlijk een aantal gestandardiseerde momenten ook online, waarop jij, je team, je prospects, klanten, misschien nieuwe klanten, kunnen inpluggen bij diverse webinars. Nou, elke maandagavond, ook in de zomer, elke maandagavond is er een Money Monday webinar. Dat is een webinar waar kort en krachtig, in een half uur zijn we meestal wel rond van A tot Z, wordt uitgelegd producten, maar zeker ook de business opportunity. Dus die webinar op maandagavond is iets meer zakelijk georiënteerd. Dus als je mensen hebt die zeggen, nou, ik ben een nieuwe associate, ik ben een nieuwe partner, of ik ben aan het oriënteren om deze business mogelijk op te gaan pakken, dan is die maandagavond webinar een supergoeie call. En ik kreeg net ingefluisterd, ja, live vanuit Roermond, morgenavond, Jessica presenteert de Money Monday webinar. Dus superleuk, Jessica. Ik vind dat je altijd goede webinars geeft. Dus erg leuk dat jij dat morgenavond doet. Aanstaande woensdagavond, zoals elke woensdagavond, is er een well-being webinar. En die well-being webinar die is iets meer product georiënteerd. Dus die webinar is zeker geschikt voor ons als powers. Zeker als jij nieuwe teamleden hebt toegevoegd. Dus mensen die nog aan het begin staan van hun netwerkmarketingcarrière. Voor jouw klanten. Maar ook mensen die je wilt gaan opstarten met een collageenset. Of een voedingssysteem. Of sportvoeding. Om een kijkje te nemen in hoe werken nou die producten, hoe werken die systemen. Dus dat is elke woensdagavond. Dus maandagavond iets meer business. Woensdagavond iets meer productgeoriënteerd. Je kan daar altijd gratis bij inpluggen. In het weekend, meestal is dat gecentreerd op zondagavond 8 uur, dan hebben we onze Nederlandstalige teamtraining, waarin we met diverse sprekers rouleren met verschillende thema's. Het begint 8 uur en meestal eindigen we na een half uur tot max een uur. En aansluitend zondagavond om 9 uur, voor degene die zegt, nou, ik ben ook internationaal aan het bouwen, want zondagavond 9 uur geven onze Amerikaanse collega's Zack en Eden van 9 tot half 10 in 30 minuten, en ook geen minuut langer, een Engelstalige business call voor mensen die echt aan het bouwen zijn of aan het bouwen gaan. Dus dat is de structuur die plaatsvindt met calls. Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel live evenementen. Dat zijn de sip and samples, dat zijn de home parties, als ik het zo even mag noemen. Dat zijn de opportunity evenementen door het land heen, maar die vinden in Nederland en België plaats. En dat zijn natuurlijk evenementen als Super Saturdays. Zowel in Nederland, in België. Ik weet dat wij op zondag 11 september, en dat is wel even belangrijk om die onder de aandacht te brengen, want Marcel heeft ons vanuit Orlando geappt. Sander en Kaya, kunnen je vanavond nogmaals aandacht zetten op de ticketverkoop? Want nu geldt er nog een speciale promo. Als je een ticket koopt voor het Super Saturday evenement in Antwerpen, nogmaals op zondag 11 september, als je dat deze week doet, dus dat is vandaag, dan krijg je een doos whole blends bars erbij. Nou, het zijn supergoeie en gezonde en ook lekkere bars, dus nou, die krijg je er gratis bij als je je ticket vandaag nog inboekt, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Dus dat is 11 september voor Team Nederland en België, zondag 11 september Antwerpen, heb ik net gezegd. En voor degenen die ook in Duitsland willen bouwen, ik weet dat op zaterdag 17 september er een Super Saturday evenement in Düsseldorf is, dus dat is net over de grens. Dus dat is echt wel een aanrader om daar wellicht ook bij aanwezig te zijn. En voor degene die zegt, nou, een weekendje Wenen vind ik ook wel leuk. Nou, dat kan, want die week erna, op zaterdag 24 september, is er een Super Saturday in Wenen. Dus wellicht is dat ook leuk. Ik zie dat Michiel en Angelique er ook bij zijn. Jullie houden ook van weekendjes uit. Nou, superleuk, weekendjeuit.nl in Wenen op 24 september. Dat over de evenementen. Ik weet dat het Global Celebration Event volgens mij nu op zijn laatste poten loopt in Orlando, Florida. Veel van jullie hebben waarschijnlijk wel wat foto's of filmpjes al in de Facebookgroepen of op Instagram, Facebook voorbij zien komen.
Ik kan je hierbij vertellen dat we volgende week zondag een aantal van de mensen die er zijn geweest, liefst zoveel als mogelijk, aan het woord gaan laten hoe ze dat evenement hebben ervaren in Amerika. Wat hebben ze geleerd? Wat zijn de takeaways? Etcetera, etcetera. Dat is volgende week. Vanavond gaan we het hebben over het compensatieplan, het verdienmodel. En we hebben een zeer ervaren netwerkmarketeerster onder ons. En voordat ik Kaya het woord ga geven en mijn microfoon ga muten, vind ik het leuk om toch een shout-out te geven. Want ik weet dat er een hoop mensen dit weekend een bepaalde nieuwe ranking hebben bereikt. Een bepaald aantal cycles hebben bereikt waar weer een bonus aan hing. Het is eigenlijk te veel om iedereen op te gaan noemen. Maar ik wil daar één persoon uithalen. En zij heeft deze week voor de tweede keer in haar carrière de 10 cycle bonus gehaald. En dat is Kaya. Kaya, ik zag het voorbij komen, want Ela die had dat super collegiaal gepost. Dus ik wil jou namens iedereen, Kaya, feliciteren met je 10 cycle bonus. Dus je krijgt naast die 10 cycles, 10 keer 44 euro, ook nog een x-aantal honderden euro's van de 10 cycle bonus. Het is je wel verdiend. Kaya, hierbij aan jou. We gaan alles horen over het compensatieplan. Dankjewel. Super lief, dankjewel. Ook de hartjes van jullie te ontvangen. En ik kan even de energie omhoog brengen. Dus ik weet niet of je zit of je staat, dat je even beweegt. Maar we gaan het over het compensatieplan hebben. Ja, maar ik wil ook gevoel aan het verdienen van geld geven. En ik wil jullie eigenlijk ook beginnen met een stuk story van mijzelf. Dan ga ik eerst even inderdaad mijn screen share, zodat ik dat goed geregeld heb. Even kijken. Share screen. Zul je dus weer net zien, hè? Leuk is dat. Waar heb ik hem nu staan? Ja, hier. Jullie zien hem denk ik wel. Moet ik hem alleen nog op helemaal zetten. Net als vorige keer, dat hij dat net bedekt. Nu heb ik hem op helemaal. En dan kan ik alleen een paar mensen zien. En, oh, oep. Ja, Sander deed zo. Super, dankjewel. Even kijken, het balkje naar beneden. Zo, iedereen kan het goed zien. Ik wil een stuk gevoel met het verdienen van geld binnen Isagenics delen bij jullie. Want toen ik deze presentatie aan het voorbereiden was, toen was ik eigenlijk aan het terugdenken toen ik begon in 2018, dat het Isagenics systeem voor mij echt een lichtpuntje is in een en ook was in een donkere tunnel. En dat ik nu in de staat ben om dat voor anderen te kunnen bieden. Letterlijk, en dit heb ik eigenlijk nog nooit zo in een presentatie gedeeld, de dozen van Isagenics toen ik begon waren eigenlijk opgestapeld, deed ik een handdoek over en waren letterlijk waar ik mijn kleding in deed. Zo begon ik van scratch. Ik had mijn praktijk stopgezet. Ik moest 3 boekjaren in 1 keer afsluiten. En het was echt dat ik weer van nul begon hier in Limburg. Ik had alles opgegeven en aan het opbouwen. Dus ik deed bijbaantjes in de horeca, terwijl ik veel hoger ben opgeleid en heel veel ervaring in dingen heb en mijn praktijk heb gehad. Maar dat deed ik ook bewust, zodat ik kon bouwen met Isagenics. En elke keer als ik een bonus had, ging ik dat weer investeren in een laptop. Ik had eerst echt een prehistorische, zware doos van een laptop van mijn moeder, waar ik dan de eerste inschrijvingen mee deed. Maar uiteindelijk, toen ik mijn eerste bonus ontving, was mijn eerste investering de laptop waar ik nu vanuit jullie mee spreek en waar ik dus veel makkelijker mee kon werken, veel beter mee kon werken. De bonussen van de Crystal Executive die ik vorig jaar heb gehaald, heb ik de bureau waar ik achter sta, die verstelbaar is, in geïnvesteerd, in mijn kamer geïnvesteerd, zodat ik hier een goede sfeer heb en kan werken. Ik heb in een mooie mobiel geïnvesteerd. Dus het zijn waar je ook zit. Het zijn allemaal stapjes die voor je mogelijk is en waar je dus, waar je nu staat, echt over 1, over 2, over 3, over 4 en over 5 jaar gewoon ergens anders kan staan. En dat is zo fantastisch. En ieder doet het op een eigen manier en ieder doet het in een eigen tempo. Maar het mooie is, het is zo'n oplifting, positieve community waar we hierin zitten. En wat ik ook heb geleerd met Isagenics, een hele mooie quote van Eden, money is love. Dus geld in handen van degene
die het ten goede willen brengen. Dat is wat wij hier doen met Isagenics. Dat we echt, ja, het klinkt misschien een beetje Miss Universe-achtig, maar dat we de echte wereld wat mooier maken. Want ik weet dat het ook een mindset-ding is wat betreft geld verdienen voor mensen. Maar hoeveel lucht en hoeveel ruimte geeft het? En hoeveel, ook als je weet hoeveel stress geld kan betekenen voor mensen, wat ik zelf ook ervaren heb. En als dat minder wordt, hoeveel lucht en adem kun je dan krijgen? Nou, en ik heb natuurlijk nu gewoon een normale mooie klerenkast en ik kan dit gewoon fulltime nu gaan doen. Maar dat is waar je ook zit, even als voorbeeld een stukje van mijn story. En dat het gewoon ook super leuk is om geld te verdienen met Isagenics. Ook om doelen te stellen. Dus ik ga jullie meenemen in het compensatieplan, maar wel ga ik echt de basis heb ik besloten. Waarom? Omdat ik denk dat misschien voor sommigen is dit al bekend, maar onze teams groeien. En het gaat dus niet alleen om ons dat wij het snappen, maar eigenlijk dat de mensen die er nieuw bij komen en die nieuw in het team komen, dat ze in ieder geval de basis doorhebben en doorhebben van oké, dit zijn de eerste stappen, dat zijn de eerste stappen. Want je kunt het grotere plaatje laten zien, wat ook goed is voor Cast the Vision, maar het is ook goed van oké, wat is er al op korte termijn mogelijk? Even kijken, even de volgende slide. Pak hem, ja. Maar een stukje disclaimer. Want wat je erin steekt, wat je eigen acties zijn, dat is wat je eruit haalt. En dat geldt natuurlijk voor ook het voedingssysteem. Hè? Dat is hoe gebruik je de producten en welke resultaten haal je daaruit. Dat is ook eigenlijk, het is een heel eerlijk systeem. Als jij er all in gaat, maar misschien ga je er voor 40% in, 70% in. Maar dat is ook wat je eruit krijgt. En dus... zie ook voorbeelden die er zijn, waar mensen heel hard gaan, als inspiratie. En comparison is wel the thief of joy. Dus blijf daarin ook bij jezelf en geniet van jouw successen op jouw moment. Als je kijkt naar de geldzaken, is het mooi om voor jezelf eens na te gaan. Bijvoorbeeld de allereerste stap. Hoeveel geld heb je nodig om je eerste financiële situatie al wat te verbeteren? Denk daar eens over na. Is het misschien €200? Is dat €300? Dus als je kijkt, is het geld al eerder op en heb ik meer maand over? Dus is het salaris al eerder op? Hoeveel zou dat overbruggen? Hoeveel geld zou dat concreet zijn? Zou ik zeg maar al een stukje verademing daarin willen? En dan een volgende stap daarin... als je daarnaar kijkt, dus een stukje wat we noemen keuzegeld. Dus hoeveel geld zou je nodig hebben om comfortabel te kunnen leven? Dus waar je veel meer mogelijkheden hebt. Daar je kan spontaan kunnen zeggen, we gaan daar lekker uit eten. We gaan een weekendje weg. Ik boek die vakantie. Ik doe dat met de kinderen zonder dat je daarbij na hoeft te denken. Als je daar concreet voor jezelf een bedrag aan gaat koppelen, weet je ook waar je aan zou kunnen werken. Nou, en het mooie is ook dat we mogen dromen. Imagination is more important than knowledge. En daarom is het ook zo belangrijk. Wat is eigenlijk mogelijk als tijd en geld geen issue is? Wat voor leven zou ik dan willen leiden? Maar hoeveel geld zou dat ook weer concreet zijn? Wat ik dan op dat moment zou verdienen? Dus daar is ook wat je voor jezelf is over nagegaan. Heb je daar misschien al een idee over? En misschien dat je dat zou willen delen in de chat. Nou, binnen Isagenics hebben we verschillende verdienmogelijkheden. Dat is de retailwinst, productintroductiebonussen, de teambonussen, de executive matching teambonussen, beloningen en acties natuurlijk zoals afgelopen dagen. En ik zal even mijn balk naar beneden doen. Oh. En de bonussen voor stijging in rang. En dat is ook wat je op een gegeven moment merkt. Dus wat ik ook mee wil geven is, zelf leer ik door ervaring. Dus het is goed om te weten hoe het compensatieplan in elkaar zit. Vooral ook om het aan anderen uit te leggen. Ja, natuurlijk ook de basis you share, they share. Maar hoe ik eigenlijk het verdienmodel echt heb geleerd, is gewoon door te doen en door te ontdekken. Oké, nou nu heb ik dit dus blijkbaar verdiend. Oh, als je je richt op de inkomen
income producing activities, ga je het op een gegeven moment ontdekken. Ik had nu als doel al een tijdje om mijn 10 cycle bonus te halen. Ik zat de afgelopen weken zelfs dicht tegenaan de 8 of zo. Nou, nu voelde ik hem, gaat hij nu gebeuren en dat is dus gelukt. Maar heel eerlijk, ik heb Ela had ik geappt van hoeveel is die ook alweer? Terwijl ik deze presentatie moet doen. Maar waarom dat het dan zo leuk is, dat je, ja, en ik weet dat het 406 is, ik wist niet of het 406 of 409 is, maar mooie quote, en hij heeft het weer van Zach Slobin. Dus ignorance on fire is better than knowledge on fire. Ga met die banaan, actie met de taxi. En zo zul je gaandeweg ontdekken en het ook veel meer leren. Dus dat is in ieder geval mijn ervaring. Net zoals de producten, je gaat de producten ervaren en het wordt je eigen en je gebruikt ze. En op een gegeven moment kun je dat, want je bent altijd daarin een stap voor, weer uitleggen aan andere mensen. Oké, misschien. Dus een paar begrippen, een paar basisbegrippen. Eentje is, hè, we zien alle producten vertaald in bedrijfsvolume, dus de zogenaamde BV-punten. Misschien hadden jullie dat ook, want nu was het natuurlijk die 15% korting boven de 150 BV, met die 15% berekend, ging het bedrag naar beneden, ook de BV-punten gingen naar beneden. Maar die business volume is eigenlijk wel heel een belangrijke meetwaarden, zeg maar, binnen de Isagenics compensatieplan. En op een gegeven moment ga je ook veel meer denken in bedrijfsvolume. Wie herkent dat misschien al? Zou dat willen delen in de chat? Wat je ook hebt, is het persoonlijk volume. Dus als je zelf bestellingen doet, dan kom ik straks ook op met de cycles. Die punten, die tellen ook mee voor jou en die worden straks komen ook voor jou ter toepassing in de cycles. En zeg maar die punten van jouw eigen bestellingen, dat zie je ook als je in de back-office kijkt bij team en mijn team bekijken. Dat is het eigenlijk hetgene waar ik altijd het meest naar kijk. Dan zie je ook bij het linker- en rechterteam, zie je allemaal BVP en linksonder zie je persoonlijk formule. Nou, en dat is straks wel een belangrijk, omdat je het ook daaraan dan kan zien. En dat is een hele interessant. Als je daar goed gaat kijken in jouw team en in jouw organisatie, hoe mensen ervoor staan, dat ook een heel interessant is om daar een screenshot van te maken. Omdat wat ik vaak doe, is dat ik mensen het op een A4'tje uitteken. Zet ik de naam hier, zet ik de punten hier en zet ik wat dus voor hun financieel mogelijk is. En dan kun je ook laten zien dat zij dus hoe zij cycles kunnen verdienen. Maar daar kom ik zo verder op. Nou, wat we hebben is 5 rangen. Associate, consultant, manager, zeker crystal manager, director, crystal director en het hoogste haalbare rang is executive, zeker crystal executive. Nou, het verschil tussen manager en crystal manager is vanaf het moment dat je associate bent, dus dat je van een focusklant in de back-office iemand associate maakt. Vanaf dat moment dat iemand associate is, gaat de tijd lopen. En binnen een bepaalde tijd, als ze dan die rang halen, dan word je crystal manager, CQ crystal director of CQ crystal executive. Nou, even naar de basis. Zo. Een associate. Wanneer is iemand een associate? Belangrijk is bijvoorbeeld als iemand een premium pakket bestelt, dan is binnen 30 dagen is de associate fee van €30,25. Die hoeft die persoon niet te betalen dan. Dus bij premium en het ultimate pakket. Dus dat had ik van de week ook. En dat is van focusklant het account omzetten naar associate, hoeven ze dat niet te betalen en zijn ze dus associate. Als iemand bijvoorbeeld met een basispakket begonnen is, ja, en die gaat het delen en die wil daarmee ook gebruik maken van het compensatieplan, dan zet je het account om van focusklant naar associate. Dus gewoon op de homepagina een klik op de knop en dan betalen ze €30,25, dat is voor een jaar lang. En dan krijgt ze natuurlijk heel veel
extra's daarmee, zoals een eigen website en extra mogelijkheden in de back-office. Belangrijk is, en dat is altijd wat ik zeg, stap 1, zorg dat je minimaal 100 PV-bestelling per maand doet. Dus ik zeg, geef het ook vaak als vergelijking, is dat je moet, net zoals in het leven of in een vliegtuig, dat je eerste zuurstofmasker op jezelf moet zetten voordat je het aan anderen geeft. Je zorgt eerst voor jezelf met die 100 PV-bestelling per maand. Maar eigenlijk is dat rond de 155, 160 euro ongeveer, afhankelijk wat je bestelt. Is dat eigenlijk vaak ook al de bestelling die je doet. En dat is natuurlijk interessant als je eerst gaat verdienen en bij de Eat for Free Club hoort. Wat namelijk een mogelijkheid ook is met Isagenics, waar ik zelf persoonlijk geen gebruik van maak, maar wat bijvoorbeeld wel kan in gyms of misschien bij salons, is het retailwinst. Dus dat is de eerste verdienmogelijkheid binnen het compensatieplan. Dus dat je zelf de producten inkoopt en dat je het voor een groothandelsprijs verkoopt. Misschien dat Sander daar straks wat over wil delen, want daar was ik wel benieuwd naar of jij daar misschien iets meer over wil zeggen, Sander, want ik doe hier, ik zeg niks mee. Want ik vind ook het belangrijkste dat mensen inschrijven. Wil je iets over delen? Ela, ik doe zelf geen retail profits maken over zeg maar toonbankverkoop. Dus als ik het uit de hand verkoop. Ik weet dat er wel een aantal retailers zijn. Dat kunnen zijn studio-eigenaren, salon-eigenaren. Die voor het over de toonbankverkoop daar wel een x-bedragje opzetten voor de handling en dergelijke. Maar uiteindelijk, het passieve inkomen netwerk marketing zit niet in productverkoop. En dat is wat we elkaar moeten leren. Het passieve inkomen waar de meeste mensen voor gaan, is dat je zelf je 100 BV doet. En dat je 2 tot 10 mensen aan je team toevoegt en daarmee gaat dupliceren. Je verzamelt wat klanten om je heen, wat distributeurs en dergelijke. En dat is het. Het passieve inkomen zit niet in, ik zet een marge op het product. Het is gewoon een ander verdienmodel dan traditionele retail. Ja, precies. Dankjewel. Ja. Want een van de bonussen, kijk, het is ook dat je met het inschrijven van die mensen daar, dat zul je straks ook zien bij de cycles die ik ga uitleggen, dat is wat oneindig naar je toe doorloopt. En je wilt ook op een gegeven moment, tenminste wat ik heel erg leuk vind, een community opbouwen, een tribe opbouwen, weet je wel, dat is ook wat mensen zoeken. Een uplifting community. Maar terug naar de productintroductiebonus, want dat is een van de eerste bonussen die belangrijk is om te begrijpen. Bij een ultiem pakket is dat bijvoorbeeld 53 euro. Bij een premium pakket is dat 32 euro. En bij het basispakket 16 euro. Van het Beauty Afterglow bundle, dus de 6 doosjes collageen, is dat 16 euro. En bij de Beauty bundle 7 euro. Dus als iemand start, een nieuwe klant, met zo'n pakket, dan is dat de productintroductiebonus, dus de PIB die jij ontvangt. Dus dat is belangrijk om eerst te begrijpen. Volgende is een double PIB. Dus onze commissieweek loopt van maandag tot en met zondag. En als je 2 of meer inschrijvingen hebt in die week, dan verdubbelen die PIB's. Dus bijvoorbeeld, in dit voorbeeld is het ultieme pakket van 32 euro. 32 euro wordt dan 106 euro en nog een keer 106 euro. En dan heb je dus al 212 euro verdiend. Nou, als het bijvoorbeeld een premium pakket is, dan wordt die 32,64. En stel dat je daarna een basispakket iemand hebt ingeschreven, dan wordt dat 16, wordt 32. Maar als je dus een derde persoon inschrijft, dan verdubbelt de PIB ook daarover. Dus dat is heel interessant om in de gaten te houden en daar gebruik van te maken. En wie kunnen er allemaal dubbele PIB's verdienen? Wij allemaal. Het gave is van dit systeem, is dat iedereen hier eigenlijk iedereen kan met Isagenics verdienen. Of je 18 bent, of je 80 bent, of je hoog opgeleid bent en veel ervaring hebt, of weinig ervaring hebt. Eigenlijk maakt dat niet eens, dus een heel eerlijk systeem. Het is net zoals met het begin, wat jij erin stopt, dat kun je eruit halen. Dus het is echt, en het is ook zo mooi, echt een win-win. Dus het compensatieplan haalt ook het beste in de mens daarboven. Dat is wat ik eigenlijk ook gezien heb, wat er gebeurt.
Nou, natuurlijk een hele belangrijke volgende rang is consultant. Dus je bent associate geworden en je gaat mensen inschrijven onder je. Eentje op je linkerbeen en eentje op de rechterbeen. Dus je bouwt, en ik zeg ook altijd, je staat eigenlijk in het leven op twee benen. Het is belangrijk die alle twee, beide benen, stevig fundamenten geven en op alle twee de benen te bouwen. Nou, dat is met minimaal 100 BV links. Minimaal 100 BV rechts. In de praktijk zie je het meestal als iemand is ingeschreven, zal dat al ruim boven de 100 BV zijn. Maar het kan ook zijn dat het verschillende mensen zijn die dat bij elkaar optellen, 100 BV is, dan voldoe je ook aan die 100 BV. Nou, je ziet ook dat de Crystal Consultant Bonus, die bestaat nu niet meer. Dus de slides, ik heb nu wel de officiële slides van het compensatieplan gebruikt. Maar ik weet dat er een nieuwe aankomt, die is in ontwikkeling, die wordt nu vertaald. Maar die hebben we dus nog niet, die komt er wel aan. Maar de Crystal Consultant Bonus, die bestaat nu niet meer. Maar als iemand van Associate Consultant wordt, dan ontvangt die €40 consultant bonus. Nou, wat interessant is, bij nieuwe mensen die je bijvoorbeeld ook nu in deze week hebt ingeschreven, en ze gaan de producten ervaren, en ze gaan punten opbouwen, en ze gaan misschien over 1, 2, 3 weken delen, dan is het ook wel interessant om te kijken of ze misschien kunnen gaan cyclen. Dus als je daar naar kijkt, dan is het €40 plus misschien wel een cycle die ze hebben, zal ik zo uitleggen hoe, wanneer iemand een cycle heeft, plus €44. En natuurlijk de productintroductiebonus en eventueel double PIB. Dus dat is wel een plaatje wat je kan laten zien wanneer iemand net begint. Nou, in dit geval dus, als je kijkt, jij staat in het midden, je bouwt links en je bouwt rechts. En je hebt twee mensen die het ook weer met twee mensen delen. En dit is ook de rang die we noemen manager. Dus voor elke consultant die jij ontwikkelt, ontvang jij €81. En dat is in de eerste 20 consultants het geval. Dus zometeen zul je nog een paar bonussen, zeg maar manieren van bonussen van Isagenix zien. En het interessante is dat al die bonussen bij elkaar cumulatief gewoon heel interessant maken wat je uiteindelijk elke keer op maandagochtend gestort krijgt. Nou, en wat ook in deze week gebeurt, er zit één week tussen wat betreft dat het wordt verwerkt. En dan dus de maandag erop, op 22 augustus in dit geval, wordt dat uitgekeerd. Nou, de rang dus van manager is als je twee consultants heb ontwikkeld en dat kan zoals hier links en rechts, maar dat mogen ook twee consultants op links zijn. Wel een voorwaarde dat je bijvoorbeeld op rechts minimaal die 100 BV hebt. Nou, wanneer ben je directe? Bij directe ben je met 6 consultants als je die hebt ontwikkeld. En ook daar maakt het eigenlijk niet uit of ze links en rechts staan. Maar als je verder kijkt naar executive, waar we uiteindelijk dat je naar 10 consultants gaat, daar is het wel belangrijk dat je dus 5 consultants links hebt en 5 consultants rechts. Mochten er vragen zijn, zet die alvast in de chat. Dan kunnen we die straks ook aan het eind beantwoorden. En hier zie je dus de executive. 5 aan de linkerkant en 5 aan de rechterkant. Dus eigenlijk is het ook, soms is het compensatieplan voor veel mensen wel, oh, ik snap het nog niet helemaal, maar eigenlijk is het, eigenlijk merk ik nu van, het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. We maken het soms onszelf zo moeilijk. Maar ook als je het nog niet snapt en begrijpt en dit nieuw is, op een gegeven moment, hoe vaker je dit ziet, dan wordt het je steeds meer, zeg maar, eigen. Nou, welke bonussen heb je? Want je hebt natuurlijk ook bonussen in rang. Nou, de eerste van Crystal Consultant, dat is dan consultantsbonus van €40. Maar je hebt dus ook een Crystal Manager bonus. Dus als iemand vanaf het moment, want dat is wel belangrijk, de tijd gaat tikken op het moment dat het account wordt omgezet naar associate. Vanaf dat moment en dan binnen 60 dagen, dat is de kwalificatieperiode voor Crystal Manager, dan ontvang je een bonus van €203. Nou, wat je ook ziet, dat is stap 3, is dat ongeveer als iemand zo aan het bouwen is,
al richting bijvoorbeeld 5 cycles komt. Soms 3 cycles, soms 4. En wanneer iemand 5 cycles voor de eerste keer aanraakt, dan ontvang je 406 euro. En je kunt die cyclebonus kun je dus 2 keer bereiken. Nou, stap 4 is de Crystal Direct bonus. En die is 609 euro. En dat is van het moment van associate binnen 120 dagen. Dus 4 maanden. Nou, en de stap naar Crystal Executive is 813 euro. Dat is vanaf het moment dat iemand associate 180 dagen, dus een half jaar. En stap 6, een 1-sta bonus. Dat is dus, wat, is dus 10 cycles. Even kijken. Oh, sorry. En daarin is wel dus belangrijk dat je een actieve rang van manager hebt. Dus als je opmerkt in je team, iemand die gaat ernaar groeien, let daar wel op dat iemand dus een actieve rang van manager heeft. Anders zou het zonde zijn dat hij dan die bonus zou missen. En dan heb je nog een 2-star en 3-star bonussen. Nou, je ziet dat dat behoorlijke bedragen zijn. En het is dus het interessante dat dat allemaal cumulatief bij elkaar oploopt. Dus je hebt cycles, wat ik zo uitleg, PIB's. De 81 euro consultantsontwikkeling, de cyclebonussen en de rangbonussen. Nou, en de cycles is denk ik precies ook wat Sander zei, want dat is natuurlijk het passief inkomen wat je opbouwt. En dit is belangrijk om die goed te begrijpen. 1 cycle, dat is rond de 44 euro. En je hebt dan het linkerbeen en het rechterbeen. Nou, je hebt soms dat er aan één kant meer punten doorlopen. Nou, het systeem kijkt zelf dat bijvoorbeeld stel dat het linkerbeen sterker groeit. Zo gauw dat 600 punten aanraakt en het rechterbeen raakt 300 punten aan. Dat is het, ook het groepsvolume. Dus je ziet GV staan, het groepsvolume. Dan ontvang je 1 cycle, dus 600 aan de ene kant, 300 punten aan de andere kant, totaal 900 punten. Dat is 1 cycle. En het leuke van cycles is ook dat op een gegeven moment als je steeds meer je team groeit en je zit ergens op een terrasje of je hebt vakantie, maar je team is actief, want je hebt je team daarin ook getraind, is dat wel, of je bent op vakantie, dat je cycles en je inkomen door blijft lopen. Dat is natuurlijk waar je naartoe wil groeien. Nou, dit plaatje, wat ik ook het bijzondere vind van het van Isogenics, is dat, zoals in dit voorbeeld, bijvoorbeeld aan het linker team heb je 1000 BV-punten. Nou, er wordt dan 600 BV van afgehaald. Dan blijft er 400 restvolume over. En bijvoorbeeld rechts heb je 350 BV, wordt 300 van afgehaald, hou je 50 over. Die punten, die bewaar je. Dus het is niet dat bijvoorbeeld deze week loopt af en op maandag wordt alles op nul gezet. Nee, die punten neem je mee. Maar wel daarin is belangrijk dat je je account actief houdt met die 100 BV per maand, zeker dus per 30 dagen. Dus dat is ook belangrijk. Zie je bij mensen dat hun actief totdatum zeg maar afloopt of dat ze daar dichtbij zijn. Dat je ze daarop attendeert en dat je ook laat zien van hey, je hebt deze punten opgebouwd. Het zou zonde zijn dat je die nu allemaal kwijtraakt. Want dat is eigenlijk een heel mooi spaarpotje die je dan nu opbouwt. Nou, dit is ook nog een overzicht voor een beeld van, ook als je de rangen hoort of je bent op events geweest, dan hoor je wel eens 1-star, 2-star, 3-star. Nou, hier zie je een overzicht dat ze noemen 1-star, silver circle. Het moment dat iemand manager en director is en haalt bijvoorbeeld voor de eerste keer 10 cycles, dan krijg je 1-star, silver circle. Ik noem maar iets, dan is iemand crystal director. Maar zo gauw iemand executive wordt, dan wordt die naam genoemd 1-star golden circle. Dus dat is het verschil. Nou, en bij 1-star dan heb je de 10 cycles in de week behaald. Wanneer iemand 2-star is, heeft iemand 20 cycles in de week behaald. Bij 3-star heeft iemand 40 cycles in de week behaald.
Bij Vijfsta, zeg ik dat goed? Ja, voorsta 60 cycles en Vijfsta 100 cycles. Even kijken. Ja. Nou, en ook als je dus, wat we eigenlijk heel veel mensen natuurlijk graag naartoe willen groeien, is die executive staat en de paid as executive. Nou, een van de voordelen daarvan is dat je een 10% matching team bonus hebt. Dus eigenlijk van de mensen, dus we noemen dat one PET, personally enrolled team. Dat die mensen die jij direct hebt ingeschreven en de cycles die zij behalen, als je dus paid as executive bent, dan krijg je daar 10% van. Dus dat zijn ook weer mooie extraatjes als je die positie bereikt. En natuurlijk een executive bonus, executive lifestyle bonus noemen we dat. En dat is maandelijks €609. Maar het is ook zoals iemand dat de eerste en tweede maand heeft en de derde maand ook, dat dan de derde maand $1000 is, als ik het goed zeg. Mag ik al iets, Sander, zeggen over de euro, zeker dollar? Jij weet wat ik bedoel. Ik zou nog even mee wachten totdat Marcel het officieel aankondigt. Dus we kunnen het nog niet in de recording zeggen. Is goed, oké. Okay. Dus even een teaser, maar houd in de gaten, want er komen mooie dingen aan. Even een stuk samenvatting ook. Net als dat je, wat we eigenlijk ook altijd zo zeggen, be a product of the product. Hè? Dus je hebt de producten in huis, je neemt ze en je leeft Isagenics. Dat is eigenlijk in je pad, in je groei, wat steeds meer gebeurt. En ook met, als jij het pad laat zien als leider en, wat, en het verdienen van geld. Als jij ontdekt hoe dat werkt en je ook vooral ervaart hoe gaaf het is om dat te ontvangen. Of dat je, zoals ik vorig jaar op Kreta was en de dag voor het vertrekken, ik in één keer onverwachts meer dan €1000 gestort kreeg en even niet wist waar het van kwam. Ja, dat zijn in één keer hele leuke verrassingen. En dat soort stories merken we ook van dat is wat heel fijn is om te delen. Dus ook je eigen financiële stories, hoe groot of klein dat ook is. Maar ook daar een leider in zijn door vooruit te lopen. Want hoe ver jij vooruit loopt, hoe meer je het ook weer voor andere mensen mogelijk maakt om meer een financieel vrij leven te leiden. Dus profiteer vooral maximaal van de beloningregels. En wees ook, wat ik eigenlijk doe, ik ben echt dankbaar voor elke cycle die ik ontvang. Is het er eentje, hè? Je business die groeit in golfbewegingen, nu is een piek, hadden we een gave promotie. Misschien heb je wel behaald wat je wilde, misschien net niet. Maar weet, als je maar consequent en consistent doorgaat, dan is dat mogelijk vroeg of laat. En ook leer het ook om Isagenics te delen. Net zoals dit compensatieplan. Het is zo belangrijk dat je kan uitleggen, you share, they share, repeat. Puur de basis. Laten zien wat er voor mensen op tafel ligt. Puur vaak ook al dat zaadje planten. En dan hebben ze later toch zoiets, oké, ik kan een cashback verdienen. Oh, ik zeg ja, dan kun je bij de Eat for Free Club, want dan heb je eigenlijk al een heel stuk van je pakket terugverdiend. En zou je daarvoor openstaan om daar meer over te weten? Ja, laat maar weten. Nou, dus dat zijn altijd mooie momenten om dat eigenlijk het gesprek over open te gooien. En doe mee aan de beloningen voor levensstijl. Dit had dan nog met periodieke bestelling te maken. Nu is het zo bij de periodieke bestellingen. Als je via periodiek boven de €200 bestelt, dan heb je gratis verzend of heb je geen verzendkosten. En wat ook belangrijk is, hè, het is vooral inschrijvingen en consultants ontwikkelen. Als je daar ook focus op die twee belangrijke, want we hebben het natuurlijk nou niet gehad over de LIA en de Leader in Action formule. En dan heb je ook nog de Managers Pools en de Directors Pools. Maar als je je richt op inschrijvingen en consultants ontwikkelen, ja, dan kun je daar dus ook weer share bonussen uithalen. Dus dit voor nu. Ik heb geen idee eigenlijk hoe ik in de tijd zit. Misschien kunnen we even terug naar het grote scherm. Oké, hoe doe ik dat? Hoe moet ik dat share? Hoe doe ik dat?
Als je onderaan de share screen uitzet, Kaya, dan gaan we terug naar het hoofdscherm. Even kijken hoe de share screen... Stop, zie ik. Nou, every master was once a disaster. Dus als ik dit kan, kunnen jullie dat ook. Dankjewel voor het luisteren. En ik ben heel benieuwd. Welke vragen hebben jullie? Ik heb het nog niet in de chat kunnen kijken, want ik was zo op de slides gericht. Welke vragen zijn er? Misschien dat je even wil unmuten. Kijk ik even. Even kijken. Zijn er vragen? Is het duidelijk? Is iets niet duidelijk? Volgens mij zijn er geen overgebleven vragen uit de chat, Kaya. Ik zie nu wel dat er nu iets binnenkomt. Nou, superhelder, Kaya. Vind ik heel fijn om te horen. Heel eerlijk. Dit is out of my comfort zone. Dat hoor je natuurlijk wel eens vaker. Ik ben comfort in de voeding en in het detoxen. Maar ik heb na de GoPro training, dat is een aanrader, dat is altijd in december door, dat is eigenlijk de toptrainer wat betreft netwerk marketing. En ik kwam een oude flip over tegen dat ik ooit heb opgeschreven, maanden geleden, dat ik een keer compensatieplan training wil geven. Dus toen Michael mij dat vroeg, dacht ik, oh chips, ik heb dat toen opgeschreven. Nou, ik ga dat doen. Want dat is wel, hè, het is natuurlijk het zelf snappen, maar het aan een ander uitleggen is een next level. Dus, en ik zie je, Elisabeth, ja klikken dus. Dankjewel dat ik het ook hier mocht oefenen met jullie. Wat top uitleg. Nou, dankjewel. Dankjewel. Duidelijk, dankjewel. Nou, super lief allemaal. Dankjewel. Dat is ook wat dit is. We mogen hier oefenen. En ook een compliment aan Sander. Want hè, we horen het vaak, maar ook Sander zei dat een keer bij het event. The one with the mics. Hoe noem je die? Deserve, or they have the money, in ieder geval. En dat is het ook. Ik ben meer de Money Mondays gaan geven. Ik ben dat gaan doen. En ik zie gewoon op een of andere manier dat ik groei in leiderschap. En ik groei, en op een gegeven moment werkt dat ook in je organisatie door. Dus het is ergens, weet je, als jullie ergens iets hebben, oh, ik vind dat spannend, maar ik wil die wellbeing eens doen. Of ik vind het spannend, ik wil toch een keer die Money Monday. We hebben de slides en je kunt het op jouw manier ook invullen. Jouw authentieke manier. Dus als je ergens voelt, met dat ik zie sommige klikken, knikken, weet je wel, pak dat moment en durf het te doen. Want dat is waar je door groeit. En dat is waardoor ook jouw persoon, hoe je persoonlijk groeit. Want dit is één grote groeireis. In persoonlijke ontwikkeling en you earn while you learn. Dus daar zou je uit willen nodigen. Als je dat ergens iets kriebelt en je denkt, oh my god, gewoon lekker doen. En dan ga je groeien, gaat je business groeien en je inkomen. Dus dat is het leuke, dat volgt achteraan. Dus dankjewel lieve mensen voor het luisteren. Ik weet niet of Sander nog iets heeft, of misschien Adel, want ik zie natuurlijk hele ervaren mensen. En Ela. Kaya, ik heb twee toevoegingen. Dank je allereerst voor het geven van de training. Eén is waar je het over had, over op het podium staan met de microfoon. Dat zei mijn mentor Ralph Oates altijd tegen mij. Hij zegt, when you step up, your paycheck goes up. When you step up, your paycheck goes up. Dus dat wil zeggen, dat kan zijn dat je voor de groep gaat staan om een presentatie of een testimonial te geven. Dat kan zijn dat je een teamtraining geeft. Maar niet iedereen heeft de ambitie om voor de groep te staan. En dat hoeft ook niet, dat is ook niet een pre. Maar het gaat meer om dat als jij in je kracht gaat staan om de persoon te zijn die je zou kunnen zijn, om je meer in de leidersrol te zetten, jezelf in de leidersrol te zetten, in plaats van in de volgersrol, het moment dat je de beslissing neemt, ik ben geen volger, maar ik ben een leider, en je neemt de daarbij behorende acties, je paycheck gaat omhoog. Je gaat hele andere mensen aantrekken. Het is, ik dacht vroeger van, het is allemaal van die bla 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 met dat universe gebeuren. Ik geloof het allemaal wel. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ik ga het gewoon eens proberen. En ik ga je vertellen, het werkt echt zo. When you step up, your paycheck goes up. Als jij jezelf meer als leider, als ondernemer, als businessbouwer gaat positioneren, uitstralen, de woorden die je zegt, hoe je jezelf presenteert, et cetera, heeft er allemaal mee te maken. Je moet kijken wat er gebeurt als je dadelijk een jaar... 2, 3, 4, 5 jaar verder bent. Ja, precies. Het tweede wat ik wilde toevoegen, Jessica, onze spreekster aanstaande maandag met de Money Monday, dus wees erbij, Jessica uit Roermond. Zij schreef, Sander, je had het een van de vorige trainingen over als je meer dan 100 BV hebt op je eigen account,
Dan doe je dat niet op je eigen account, maar dan doe je dat ergens in je organisatie. Dat klopt, Jessica. Dat is hoe ik dat doe. En hoe ik dat doe, want ik wil graag mijn... Ik heb meer nodig dan 100 BV, want als je ziet wat wij er per week, per maand doorheen eten, drinken, samplen vooral ook. Wij samplen ons een tennis-elleboog. Moet je eens kijken wat er nu weer meegaat naar Italië. Maar al die punten boven de 100, want ik heb maar 100 nodig om mijn actief, zoals Kajans heeft geleerd, actief te houden, om betaald te worden en om dat resterende volume, dat holding volume, van maandag naar maandag mee te nemen. Al het andere volume doe ik in de downline. Dus het kan zijn dat ik ga kijken van wie van mijn persoonlijk ingeschreven associates is consultant, maar staat bijvoorbeeld in grace, dus dreigt uit te vallen, of heeft nog een klant nodig, of heeft nog een tweede klant nodig voor dubbele pips, of wat dan ook. En wij hebben meerdere accounts die we, ja, waar we zeg maar op verdienen. Want Sander heeft een account, Jessica heeft een account, we hebben allerlei familieleden ingeschreven en dergelijke. En wij beheersen heel dat spel. Dus alles wat wij meer nodig hebben dan 100 punten, doen wij alles op andere accounts. Dus we maken klanten aan. Dus dan vraag ik bij mij, ik geef even een simpel voorbeeld. Ik vraag aan de buurvrouw, ik heb extra spullen nodig, maar ik ga een klant aanmaken. Mag ik die klantaccount op jouw naam zetten? Ik heb even je gegevens nodig. Ik betaal gewoon zelf die spullen. En die spullen die komen ook bij mij binnen. Maar ik heb even je gegevens nodig om een klantaccount aan te kunnen maken. Ja hoor Sander, geen probleem. Boom, klant aangemaakt. Ik heb een consultant geholpen. Pip gemaakt of dubbele pip gemaakt. En zo hou je al die 2 consultants of 6 consultants, of als je executive bent, 10 consultants, hou je live, dus die, waardoor je ja, meer uit de bonuspools gaat meevissen. Plus je cycles die gaan omhoog. Want je kan de omzet sturen. Je kan de omzet sturen in je sterke been, of je kan de omzet sturen in je been, wat nog sterker moet worden. Dat is wat Kaya zei, je loopt op 2 benen. Je wil die omzet een beetje balanceren. 600 punten gaan daar aan de ene kant van je sterke been af en 300 aan je andere been om een cycle te maken. Dus ik wil dat been waar minder omzet in zit, dat is vaak het niet powerlag. Ja, daar wil ik de omzet creëren, want elke 300 daar, want het powerlag, dat rent bij je weg. De meeste van ons hebben een vorm van powerlag, maar dat andere been heb je maar 300 puntjes nodig. Dus daar komen al die punten in terecht. Dus dat is wat ik over wil zeggen. Wil je er meer over weten, dan app mij of bel mij. En voor de rest, en dan gaan we daarmee afsluiten. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is voor partners die een business willen bouwen om een serieus inkomen op te bouwen. Voor partners die dit bouwen om een serieus inkomen te bouwen. Dat je een goede balans vindt tussen productpromotie, wat we nu de afgelopen dagen hebben gedaan. En we gaan er trouwens morgen nog mee door. Want die 15% kortingactie, die loopt nog tot en met maandag, hè? Of officieel dinsdagochtend 6 uur. Want dan begint in Amerika, dan sluit de dag af. Dus we hebben nog meer dan 24 uur om die 15% actie te verzilveren, te benutten, whatever je ervoor gaat doen. Maar het punt is dat, weet je dat zeker? Is dat niet vannacht? Nee, 100%. We hebben nog tot en met maandag om die actie op te pakken. Dus dan begin je gelijk de week heel goed. En moet je eens kijken hoeveel mensen dan alsnog dubbele pips kunnen gaan halen. Je hebt 7 dagen de tijd, maar 1 dag super urgentie, super tijdsdruk. Dus je kan al je mensen, je klanten, je oud-klanten, je distributeurs, je familieleden kan je benaderen. Het is nu of nooit. Het is de laatste dag. En onder tijdsdruk, dat is net als goud, onder pressie komt het diamant of het stukje goud komt tevoorschijn. En dat is in sales precies hetzelfde. Als je actie onderneemt. Als je het niet communiceert met je netwerk, ik ga je zeggen, mensen komen niet bij jezelf. Hey, kan ik die actie promoten als jij het niet promoot? Dus je zal het moeten uitzetten. Het punt wat ik wilde maken is, daarna moeten we weer die balans vinden tussen productpromotie, want daarmee werf je klanten. Maar voor de mensen die IC Jenks bouwen om een passief inkomen te verdienen, dus een ondernemersinkomen willen verdienen, let op dat je niet doorslaat in de producten. Let op dat je een balans vindt tussen productpromotie om een nieuwe klant te werven. En misschien wordt die nieuwe klant ook wel associate. Dat zou best kunnen. Maar je wil ook de opportunity pitchen. Want ik heb nu zo'n zomerabonnement bij de krant genomen. Elke dag staat er in de krant: energieprijs omhoog. Is het jullie ook al opgevallen? Of ben ik de enige?
energieprijs omhoog. En het is nog niet het einde, hè? Het is nog niet van, nou, dat is het. The only way is up. Prijzen gaan omhoog. Inflatie afgelopen maand, 12%. 12%, alles wordt duurder. Heb je gezien dat hetzelfde winkelwagentje bij de Albert Heijn of welke supermarkt je dan ook heen gaat, de artikelen die je koopt, in één keer heel veel meer kosten? Alles wordt duurder. Dus steeds meer mensen zijn op zoek naar, wat zoeken die mensen? Collageen, 15% korting, shakes, cleansing, intermittent fasting, of zoeken ze nog iets anders? Ja, ik kan het nu niet in de chat schrijven, want ik zit nu even in dit. Maar wat die mensen zoeken, is inkomen. Een extra inkomen. En dat wordt een heel groot probleem, want alleen al die energiedingen in de krant stond, dus het is niet Sander zegt, in de krant stond dat in de komende 3 tot 4, 6 maanden 1 op de 3 mensen een probleem heeft en zijn energiekosten niet meer kan betalen. Dus wat gaan we vanaf dinsdag doen? Die collageen blijven promoten, of de shakes, of de celletoir, of whatever. Of gaan we ook de opportunity promoten? En we hebben een oplossing om je inkomen aan te vullen. Om je voor te bereiden op de winter, als de verwarming weer aan moet. Want dat wordt wat, hè? Begrijpen jullie wat ik probeer over te brengen? Geef me even een ja of een nee. Ik kan wat gezicht zien. Dat is echt superbelangrijk. Als jij voor jezelf een serieus inkomen en netwerk marketing wil halen, een ondernemersinkomen, dan praten we niet over een centje bijverdienen, maar vind een goede balans tussen productpromotie om klanten te werven. En ja, ik weet, sommige klanten worden ook associate, supergoed. Maar je moet ook de opportunity promoten. En de opportunity is niet alleen het verdienmodel, zoals we dat vanavond hebben geleerd. Is niet alleen ICJack met alle USP's, maar de opportunity is een samenwerking met de persoon die nu op jouw stoel zit. Dat ben jij. Jij bent de opportunity. You are the opportunity. Dus mensen zeggen niet alleen ja tegen de shakes of de collageen of het verdienmodel of het holdingvolume wat meegaat. Nee, mensen zeggen ja tegen jou. Je moet jezelf verkopen. Ja, je moet niks, maar dat is een beetje. Ja, sorry dat ik dat zo zeg, maar je moet jezelf verkopen. Jij bent de opportunity. En daarbij zitten die producten. En daarbij zit het verdienmodel. En daarbij zitten al die toetsen en bellen. En 20 jaar ervaring. En we zijn de first movers in Europa. Nog steeds. Maar jij bent de opportunity. Je moet jezelf promoten. Dat mensen denken, ik wil echt met haar samenwerken. Of ik wil echt met hem samenwerken. Je moet het verlangen creëren bij de ander om met jou te gaan samenwerken. Dus wat je verkoopt is jouw why, jouw waarom en de visie waar dit mogelijk heen gaat in jouw beleving. Dus wat jij hier ziet voor de komende 3, 4, 5 jaar, dat is wat je over moet brengen. Paint the picture. Vertel ze wat jij ziet, wat er in de komende 3, 4, 5 jaar gaat gebeuren. Nou, zal ik vertellen hoe ik dat doe? In 1 minuut. Wat ik voor mij zie, heel veel mensen gaan een probleem krijgen met kosten. Energie, boodschappen, minder inkomen, bedrijven die over de kop gaan, reorganisaties en dergelijke. Dus heel veel mensen gaan in de financiële shit komen. Die gaan kijken naar hoe kan ik kosten drukken, maar op een gegeven moment kan je niet je kosten meer terugbrengen. Dus dan moet je kijken aan de andere kant, hoe kan je inkomen omhoog krijgen? Dat is wat mensen gaan doen. En hoe kan ik een eigen business met zo min mogelijk risico? Geen pand, geen personeel, dat en dat. Ik zie voor mij dat steeds meer mensen bewuste keuzes gaan maken in hun gezondheid, en daar hoort voeding en verzorging bij, maar dat ook steeds meer mensen op zoek gaan naar een online business. En ik zie voor mij dat gaan niet honderden of duizenden mensen worden in de komende jaar, 2, 3 jaar en dergelijke. Dat gaan tienduizenden mensen tegelijk worden in de Benelux, in Europa en daarbuiten wordt het nog een grotere tsunami aan mensen. Er komt een mega hoeveelheid van mensen die komen die netwerkmarketingindustrie in. En de mensen gaan bewust zoeken naar netwerkmarketing. Omdat het een low-risk business is. Je hebt geen risico, omdat je geen vaste kosten hebt. Los van je eigen boodschappen. Maar ja, boodschappen doe je sowieso al. Nu doe je boodschappen bij jezelf. En die mensen die gaan op zoek. Die zoeken een firma, een betrouwbare firma. Die hebben we. 20 jaar. Alle kinderziektes zijn eruit. Zo goed als. Ja? Dus dat is oké. Okay. Producten. Klinisch en wetenschappelijk onderbouwd. Dus het bedrijf klopt, de producten kloppen, het verdienmodel klopt. Weet je wat er nu alleen nog moet kloppen? Jij? En dat bedoel ik niet dat je hart klopt, maar dat jij in hun beleving klopt. Dat jij de persoon bent die hem of haar kan helpen om hier een inkomen mee te verdienen. Dat is, er zijn meerdere wegen naar Rome, weet ik, maar dat is hoe Sander en Jessica het pitchen.
Wij pitchen de opportunity om met ons die business te gaan bouwen. En Italië te veroveren. Duitsland te gaan bouwen. Dit zijn vaak mijn standaard woorden. Heb je enig idee waar we heen gaan? En dan onderbouw ik het ook met acties. Hè? Hoe we dat met Michael hebben gedaan. En nu doet hij het zelf. Hoe we dat met Kai Schumacher in Duitsland hebben gedaan. Hoe we dat nu begin september in Rome weer gaan doen met Angelo. Dan doen we hetzelfde dingetje daar. En die hebben allemaal ja gezegd op basis van de visie. Dit is wat er gaat gebeuren, zei ik tegen Michael. En nu zegt hij dat tegen anderen. Moet je kijken wat er gaat gebeuren. 1 of 2 van dat soort personen in je organisatie, die of die ervaring al hebben, of die zich zo gaan ontwikkelen, en je bent los. Je hoeft nooit meer te werken. Nou ja, je mag nog steeds werken, maar je hoeft je nooit meer zorgen te maken om geld. Hoe is dat? Overvloed. Overvloed. En dat kan je alleen maar bereiken als je passie hebt, energie hebt, dus je moet ook werken aan je fysieke energie, zeg maar, doorzettingsvermogen, goede mensen om je heen verzamelen. De naysayers, bye bye, en de yesayers om je heen verzamelen. De mensen die ook vooruit willen gaan. Ja, de mensen die uit zichzelf op zo'n teamtraining komen, die je niet achter de boek aan hoeft te zitten van, kom je alsjeblieft meeluisteren hoe je geld kan gaan verdienen? Nee, ik zeg het 1, 2 keer en daarna moet je het zelf doen. Dat opkomende dagen. Nou, Kaya, het is toch weer bijna 1 uur geworden. Het is ons gelukt. Voor nu, jongens, we posten de recording in de groep. Stuur de recording door naar je teamleden die er niet bij aanwezig kunnen zijn. Het is heel belangrijk dat de mensen al die informatie en de energie meekrijgen. Volgende week zondag is Michael terug. Ik heb net met hem geappt. Hij neemt alle sprekers mee van Orlando. En die gaan vertellen wat ze de afgelopen dagen in Amerika hebben geleerd. Maar voor nu, Kaya, toptraining. Bedankt voor iedereen die erbij was. En de mensen die de recording kijken. Het is ook helemaal goed. Tot volgende keer. Fijne zondag allemaal.